als ze het aankomen. Maar soms word je totaal overrompeld door de dood. In zijn woonplaats Surhuisterveen is na een kort ziekbed op 49-jarige leeftijd de acteur Theo Mietjesma overleden. Mietjesma zat 10 jaar lang in Pino. Theo Mietjesma? Moet ik die kennen? Die in Pino zat. Oh, Theo. Jouw Theo. Achteraf denk ik dat het de liefde van mijn leven was. Nou, dat was hij dus niet. Hij behandelde je als stront. Oké. Dan wist je wel waar je aan toe was. Theo was een beroemdheid hier. En een exje van Colin. Oh. Als je in Pino zit, kan je iedereen krijgen. En andersom ook. Jongens vonden het leuk om een keertje met Pino het nest in te duiken. Ga jij naar de crematie? Ik zal wel moeten. Het is een rot end weg. Ik ben zijn ex. Ja, net als de rest van de stad. In Dinxperlo. Maar dit is heel speciaals. Dinxperlo? Bij de Duitse grens? Misschien kun je met Sjaak meerijden. Het nadeel van met iemand meerijden is dat je onderweg geanimeerd moet babbelen. En je altijd maar moet schikken naar andermans timing. Wat dacht je ervan? Zullen we zo eens gaan? Ik ben nog even in gesprek, ja. Tuurlijk. Colin, ik ga. Moet je nou mee? Tuurlijk. Als u dan een seintje geeft, heel graag. Bij de Aboriginals weten ze nog eens wat rouw is. Daar maken ze een hoop herrie als je doodgaat. Hey, dan er eens even op met die blokfluit. En ze slaan je bezittingen kort en klein. Om te voorkomen dat je over je graf heen regeert. Hey. Ja, maar de eigenaar is dood. Ach zo, op die fiets. Gaat u gang. 49 jaar is toch geen leeftijd. Straks ben ik zelf aan de beurt. Het zou troostrijk zijn als ik nu een geloof had. En dan een geloof waar je echt in gelooft. Niet dat pragmatische katholicisme dat ik van thuis heb meegekregen. En toen keerde ik mijn andere wang toe en toen kreeg ik nog een klap. Ja, maar wie doet dat dan ook? Dat moet van Jezus. Als Jezus van de brug springt, doe jij dat dan ook? Maar... Nou, volgende keer geef je gewoon een map terug, hoor je? Kom, gaan we Sesamstraat kijken. Eindpunt, allemaal uitstappen. Maar u zou een seintje geven. Heb ik gedaan, mijn jongen. Wat ben je laat? Hij is al hoog en breed uitgefikt. Als je nog een broodje wil, moet je hollen. Bij de Aboriginal nemen ze tenminste de tijd om te rouwen. En ze mogen hun emoties tonen. Een week na je begrafenis gaat je weduwe op je graf zitten rijden. Rijden? Ja, schreeuwend. Hoe goed de seks was. Oh, dat lijkt me veel gezonder dan alles alleen maar op te kroppen. Zouden wij ook moeten doen. Zou dringen worden op zijn graf. Theootje. Ah, duh. Maar weet u wel wie ik ben? Op dieven, Pino. Dag, Colin. Dag, mevrouw Mietjesma. Mooie hoed. Oh, dank je. En nog gecondoleerd met uw zoon natuurlijk. Zijn moeder komt net naar me toe. Heeft altijd nog het gevoel gehouden dat ik de ware was voor haar zoon. Ha, dat zei ze tegen mij ook. Oh, de slet. Hello, hi. Theo gelooft in reïncarnatie. Als wat denk jij dat hij terugkomt? Als paardenbloem. Ik weet niet waarom, maar dat intuïtieve gevoel heb ik. Heb je je leven lang metafysisch inzicht lopen vergaren, kom je terug als paardenbloem. Ja, is leuk. Met zo'n grote afro. Reïncarnatie is Gods tweede blunder. Eerst maar eens op zoek naar een toepetje. Als wat zou jij willen terugkomen in een volgend leven? Als Helmut Lotti. Rij je met mij terug? Het is eigenlijk een hele leuke middag geworden. Op de een of andere manier kreeg ik ineens een gevoel van... Lik me reet, ik doe het gewoon. Erg, hè? Colin, weet je wat ik denk? Ik denk dat Pino het zo gewild zou hebben.